Zeker, yes, ja. Nou, laten we de titelaspiraties, gaan die nu direct na deze nederlaag de koelkast in? Dat hoop ik niet. Dan kan ik beter thuis blijven de komende weken. Nee, zolang je nog een kans hebt, moet je daar vol voor gaan. Om vandaag een goede stap kunnen zetten, in ieder geval dat je het in eigen hand houdt. En dat is vandaag niet meer zo, hè. Nu ben je afhankelijk van Katwijk. Maar wij moeten maandag inhalen. Nou, dan moeten we eerst maar zorgen dat we die winnen. En als we die winnen, dan geeft dat misschien ook weer wat kracht en energie voor de laatste weken. Maar merk je voorafgaand aan een wedstrijd als deze dat die druk er zo op zit bij jullie? Nou, niet zozeer. Ik bedoel, je wil gewoon elke wedstrijd winnen. En de achterstand op Katwijk hadden we behoorlijk ingelopen en nu loopt die weer wat uit. En dit zijn altijd speciale wedstrijden. En dan ook nog eens, wij staan tweede, of stonden tweede, staan nog steeds tweede, zij derde. Dus dat maakt het ook wel een aardig wedstrijdje van. En ook gezien de historie, maar geen extra spanning vanwege die eerste plaats. En in de rust krijgen jullie dan mee dat Katwijk met 2-0 voor staat, thuis tegen HAC? Daar hebben wij het niet over in de rust. Ja, wij zien wel hier op dat scherm voorbij komen natuurlijk de tussenstanden bij andere wedstrijden. Maar ik hoop de spelers niet, omdat je moet gewoon doen waar je zelf invloed op hebt. En dat hebben we de eerste helft goed gedaan, vind ik. We hebben prima gespeeld. Kansen gehad om 1-0 voor te komen. En de tweede helft werd het beduidend minder. En als je dan zo de goals weggeeft, dan loop je tegen dit soort ploegen die ook kwaliteit hebben tegen nederlaag aan. Ja, we hadden het vooraf al eventjes over wat spitsen, wat aanvallers. Dat Moreira moest spelen vanwege, ja, je hebt niet zo heel veel keus. Mis je in dit soort wedstrijden ook zo'n breekijzer? Nou, wat je vandaag goed kon zien is dat met name onze aanvallend ingestelde spelers gewoon een mindere dag hadden. Nou, dat kan. Dus ik moet zeggen, ze hebben wel keihard gewerkt. Maar ze moeten wel gaan leren, als je een mindere dag hebt, moet je het simpel houden. En zij gaan dan te veel hooi op hun vork nemen, waardoor ze echt werkelijk waar bijna alles fout gaan doen. Dom balverlies. Ja, en dan blaas je de rest van de ploeg ook op. En dat zijn wel goede leermomenten nog voor deze jongens. Maar dat ze een keer een mindere dag hebben is niet erg en ze hebben keihard gewerkt. Oké, die wedstrijden zitten er ook wel eens tussen. Ja, en dan heb je nu één dagje om te herstellen. Geen paasontbijt, maar inderdaad eiwitshakes. Want je moet er maandag gewoon weer staan. Ja, hoe raap je dit bij elkaar? Had je het gevoel net toen je ze zag van ik moet ze echt even bij elkaar rapen weer? Nee, ik heb gewoon gezegd je moet zorgen dat je er maandag staat. En wie maandag een excuus gaat zoeken over vandaag, die heb ik liever dat hij dat morgen tegen mij zegt. Dan hoeft hij ook niet mee naar Groesbeek. Ja, in de sport hoort het er ook bij dat je moet. Je wil niet verliezen, maar het kan wel gebeuren. Dan moet ik een kerel zijn en je daarna oprichten. En de volgende wedstrijd moet je er gewoon weer staan. En anders kijk je die goal toch nog een paar keer terug, want jullie hebben wel een prachtgoal gescoord. Ik denk dat Felomina hem zelf nog wel een paar keer terugkijkt. Dat was inderdaad een fantastische goal. Dankjewel. Tot maandag. Succes. Yes. Was hij nu goed?